Weekend van zaterdag 25 op zondag 26 januari werden in Rosmalen verschillende mensen zwaar mishandeld door 6 tot 8 jongeren. De politie zoekt getuigen. Eerst wordt een man in de Dorpstraat mishandeld die in de nacht van vrijdag op zaterdag 25 januari rond 2:30 s'nachts met een bloedend hoofd hier wordt gevonden. Later is het op de Driesprongraak. Ook daar wordt iemand geschopt en geslagen. Hier worden 2 verdachten aangehouden. Maar het houdt nog niet op, want een dag later, in de nacht van zaterdag op zondag rond 1:15, krijgt iemand in de buurt van de Vreeburgpassage aan de Torenstraat ruzie met een jongen. Hij wordt neergetrapt en weet weg te komen, maar wordt weer neergetrapt. Al met al een weekend vol geweld in Rosmalen. Enkele verdachten zijn al opgepakt, maar nog niet allemaal. Bel met uw tip.